Welke rol spelen experten in deze energietransitie? En vooral, welke rol kunnen en moeten experten spelen om het belang van deze energietransitie naar het grote publiek over te brengen? Dat is de vraag die vandaag in deze editie van Itinera Invites centraal staat. Itinera Invites is een nieuw initiatief van de Denktank Itinera, waarin we mensen uitnodigen met een vraag die ertoe doet. We gaan in dialoog met civil society, beleidsmakers, ondernemers en burgers. En samen met een Itinera Fellow proberen we die vraag te verkennen, verdiepen, verrijken en scherp te stellen. Wordt ze beantwoord dan Cour de Route, tant mieux, maar dat is niet het doel van het gesprek. Ik ben Simon Giotto en samen met Leen Peters van ThinkE en Johan Albrecht van Itinera vragen we ons vandaag af hoe experten de energietransitie moeten overbrengen naar het grote publiek. Laat ons weten wat je denkt op Twitter en Facebook met hashtag ItineraInvites. Dag Leen, Johan, bedankt om erbij te zijn vandaag. Dag Simon. Dag Simon. Leen, je wou het vandaag hebben over hoe experten de energietransitie kunnen overbrengen naar het grote publiek. Hoe ben je tot die vraag gekomen? Maar eigenlijk zijn er tal van concrete voorbeelden die aangeven dat we er ten eerste niet in slagen om een boodschap over te brengen en ten tweede de impact zien van het gedrag van mensen die bij het op zoek gaan naar informatie eigenlijk voornamelijk die bronnen gaan refereren die hun waarheid bevestigen. En ik denk dat twee heel eenvoudige en hedendaagse voorbeelden zijn. Enerzijds de CO2-metingen en dan de reactie op gascentrales. En als je bijvoorbeeld op die sociale media de weerslag van de CO2-metingen ziet, dan verbazen mensen zich erover dat er een stijgende CO2-waarde in hun woonkamer is als de hond alleen thuis is. Gelukkig, hè? Anders is de hond dood. En op de plaats van die CO2-meter, mensen denken te vaak dat dat één uniforme waarde is. En als je daarop reageert, dan zie je eigenlijk dat heel het fenomeen van die sociale media en de uitdagingen die erbij komen, de bubbels die gevormd worden, dat dat toch wel een belangrijk aspect is. Bij de gascentrales zie je eigenlijk hetzelfde. Er wordt heel veel commentaar gegeven op het feit dat het gas is, dat dat meer emissies heeft dan kernenergie. Maar er wordt eigenlijk vooral voorbij gegaan aan wat er allemaal nog in die oproep zat waar dat ook gascentrales bij zaten, namelijk flexibiliteit en de opslag van energie in batterijen en in andere. En dat is eigenlijk een vrij duidelijk fenomeen dat door de laatste tijd met de sociale media verder naar voren gebracht is en waar je ziet dat eigenlijk... als wetenschappers er heel vaak eenzijdig wordt gecommuniceerd, zowel in de manier van communiceren als in de means, in de middelen waarin we communiceren. En we zien dat zowel Vlaams als federaal, maar ook op Europees niveau. Johan, jij als econoom bij Itinera en aan de UGent, die veelvuldig publiceert rond energie, ik denk dat jij je wel mag aangesproken voelen als een van die experten in de energietransitie. Hoe kijk jij naar jouw rol daarin? Dat is natuurlijk een rol die heel variabel is, hè? Maar als ik zou inpikken op wat Leen net aangeeft, wat mij meer en meer opvalt, is dat onze algemene media, ik denk aan de grote kranten, maar ook natuurlijk onze nieuwsuitzendingen op televisie, dat die natuurlijk rond energie communiceren als daar dikwijls, laten we zeggen, een of andere conflictmaterie aangebonden is. Bijvoorbeeld rond de kernuitstap hebben we eigenlijk al heel lang een discours met voorstanders en tegenstanders. En je hebt eigenlijk in het debat dikwijls die conflictpositie die wordt uitvergroot. En dus nu terug zien we dat eigenlijk terugkomen. En uiteindelijk leert dit mij dat onze media zijn op zich niet alleen in media-content geïnteresseerd, maar ook in profilering die mogelijk is met die content. En daar moet je wel af en toe een beetje op anticiperen. Dus wat wil ik hiermee zeggen? Je moet als expert nu, vind ik, af en toe ook nadenken over hoe gaat deze boodschap of deze publicatie of deze stelling worden gepercipieerd, hè? Kan dit worden gebruikt in een formaat van polarisering? Of kan dit verkeerd worden begrepen? Dan moet je vandaag, denk ik, wat meer aandacht aan besteden dan pakweg 10, 20 jaar geleden. En dat maakt het niet zo echt makkelijk, hè?
Leen, ik zie u instemmend meeklikken. Ja, ik denk dat Johan gelijk heeft. Hè. Het is, we bereiken ook met de manier waarop we vandaag heel taalgebonden communiceren, bereiken we ook maar een heel beperkt deel van de mensen. Als we gaan kijken waarin dat, laten we zeggen, wetenschappers en experts communiceren, dan gaat dat over LinkedIn, Twitter, de tijd. Als je al wat gelukt hebt in een ja, meer mainstream krant, de afspraak op tv, een kanaal zet. Dat zijn niet de kanalen waar iedereen naar kijkt. Dus ik denk dat het aspect van hoe we communiceren en welke impact dat creëert, dat daarnaast ook nog het aspect waar we communiceren van belang is. We zijn zelf een aantal podcasts aan het opnemen waar het gaat over praten met minderheidsgroepen, praten met groepen met een taalbarrière bijvoorbeeld, om te kijken hoe worden zij op de hoogte gebracht van het beleid. En dan zie je dat, ja, dat we daar eigenlijk opnieuw een heleboel mensen niet bereiken. Om een idee te geven, 24% van de Vlamingen leest de zondag. Maar hoe vaak communiceren experts als een Bert Blokke of een Ronnie Belmans of een Jelle Laverge, hoe vaak communiceren zij in een blad als de zondag? Dat is zeer beperkt. Dus ik denk dat we ook moeten nakijken over inderdaad hoe, maar ook waar we communiceren en misschien ook iets meer aandacht besteden aan de opvolging van die communicatie nadien. Dat het niet een one event is, maar dat we daar ook aandacht voor hebben van wat geeft dat? En eigenlijk, we pushen vaak, het is uit, het staat daar en nu moeten mensen maar mee zien wat ze ermee doen. Dat werkt niet. We overschatten misschien enerzijds de gemiddelde lezers of misschien specifieker, we aligneren ons niet voldoende met de lezer die potentieel een expertise heeft in een ander domein en die een bepaald type media leest en een bepaald type media niet consumeert. En ik denk dat dat ook een heel belangrijk aspect is als je zegt we moeten interageren met een groter of een breder publiek. Wat we weten uit wetenschap is dat interdisciplinariteit eigenlijk een essentieel verhaal is en dat een interdisciplinair team meer impactvol en meer diepgang kan brengen vaak in een discours ten opzichte van de intelligentie van één van de participanten. Dus die interdisciplinariteit zit te weinig in ons verhaal. Als je gaat kijken naar hoe bijvoorbeeld een prof aan een school als Harvard Business School lesgeeft, dan is dat op een heel andere manier. Dat is op een engagerende manier. Dat is bijna een spel. En daar besteden wij hier geen aandacht aan. Je kan heel goed aan wetenschapscommunicatie doen, maar ik denk dat we het te droog, te moeilijk maken en te weinig mainstream maken. En ik denk dat een belangrijk aspect is. Er is net een heel leuke Amerikaanse communicatie of media mensen die een verhaal gebracht heeft over de energietransitie en de aanpassingen in een elektriciteit, net als we naar 100% hernieuwbare energie gaan. Voor zover ik weet was het gepresenteerd op YouTube op 8 november en op 17 november had het al 3 miljoen views. En het was ook heel aangenaam om naar te kijken en dat doen we te weinig. We verwachten ook te veel dat men ons wel zal vinden als wij communiceren. En dat is niet het geval. We moeten ook leren te communiceren in de kanalen waar mensen communiceren. Dus op zoek gaan naar de mensen eerder dan te verwachten gevonden te worden. Uiteraard, ja. Johan, je wordt soms omschreven als een energie-econoom. Ik denk dat je dan toch wel het bijna toonbeeld bent van een zekere interdisciplinariteit. Ja, ik denk dat eigenlijk, persoonlijk vind ik dat elke econoom zich moet bezighouden met meer dan één niche in het vakgebied. Hè. Anders ben je, vind ik, geen echte econoom. Omdat, dat zegt men altijd over de natuur, alles is geconnecteerd. Dat geldt ook in de economie natuurlijk. Hè. Je kan die zaken niet los van elkaar hakken. Als wij spreken over een energiesysteem, spreken wij eigenlijk ook over een maatschappelijk model. Hoewel dat we daar niet echt expliciet over communiceren. Hè. Maar alles is aan elkaar gekoppeld. Maar wat ook wel een belangrijk element is, dat is natuurlijk dat als je over wetenschap praat, dan kom je niet
vlug uit bij een verhaal wit-zwart. Je hebt altijd gradaties daartussen en het is dan net moeilijker om echt te communiceren, omdat als je met de mainstream media in contact bent, formuleert men een vraag naar u toe en men verwacht eigenlijk een bondig antwoord in twee zinnen, overtuigend genoeg. Voilà, dat is het. En in veel dossiers is het heel gecompliceerd en wil je ook graag die nuance een beetje meegeven, wil je ook die trade-offs op zijn minst eigenlijk meegeven. En dan wordt het een klein beetje moeilijker, dan word je saai, dan ben je iemand die niet direct wil antwoorden, dan ben je een beetje vaag aan het praten en dat wordt niet geapprecieerd. Dan moet je ook wel ergens een soort besef van hebben, vind ik eigenlijk, hè. En eigenlijk wil ik daar niet echt in meegaan. Ik bedoel, bepaalde zaken zijn heel complex, zijn niet eenvoudig op te lossen. Anders waren die problemen lang opgelost natuurlijk, hè. Dus wie eenvoudige antwoorden verwacht, daar mogen we niet op ingaan. We moeten, vind ik, blijven hameren op het feit dat het leven nu eenmaal heel complex is en veel trade-offs met zich meebrengt. Dat mogen we niet onder tafel vegen. Laat me één voorbeeld geven. Een belangrijke wetenschapper, en dat is echt een man die aan de basis ligt van veel actieprogramma's, ook op Europees niveau, dat is Johan Rockström van Stockholm Resilience. Dat is de man die de safe operating space heeft gedefinieerd. Dus eigenlijk, welke barrières mogen we met de planeet nooit overschrijden om te voorkomen dat we echt in grote risico's terechtkomen? Dus die man is eigenlijk, academisch gezien, is hij zeer bekend, hè? Die heeft ook een eredoctoraat van de UGent en van vele andere universiteiten gekregen. Nu, die man zijn werk is heel conceptueel. Maar Netflix heeft een documentaire gemaakt over zijn werk met David Attenborough. En die documentaire is visueel gewoonweg een pareltje. En ze brengen die zeer conceptuele boodschap op een zeer, vind ik, toegankelijke manier. En ik toon die letterlijk in al mijn lessen, die documentaire. En daarop zijn de reacties eigenlijk heel enthousiast, hè? En ook mensen praten daar dan ook zelf over, mailen dat door naar hun eigen kennissen. Waarmee dat ik gewoonweg maar zeg dat af en toe met een goed visueel product kan je ook extreem gecompliceerde conceptuele dingen, vind ik, toegankelijk maken. Natuurlijk, een harde wetenschapper gaat zeggen, ja, maar je wordt heel veel details van achterwege gelaten. Maar dat hoeft niet, hè. De bedoeling is, vind ik, over het concept communiceren, de interesse triggeren. En dan moet je natuurlijk jezelf gaan verdiepen als je echt meer wil weten, hè. Maar dus, je kan letterlijk over alle conceptuele onderwerpen vandaag, vind ik, visueel ook communiceren. Alleen, we zijn er nog niet echt gewoon. En dat kost veel geld, denk ik. En dat vraagt een topteam van mensen die zich daar kunnen toe engageren. Maar dat is wel aan het beginnen, vind ik, hè. Je ziet dat nu meer en meer. En ik verwacht daar persoonlijk vrij veel van. Omdat dit nu eenmaal aansluit bij onze maatschappij vandaag wordt georganiseerd, hè. En ik denk ook dat rond energiekwesties, dat we ook die richting af en toe moeten overwegen. Dat we moeten echt verder gaan dan alleen een vraag, de klassieke vragen over, zijn windmolens nu beter dan kernenergie? Dat zijn echt krankzinnige vragen op zich eigenlijk, hè. Dat moeten we, vind ik, een beetje meer achterwege laten en meer de focus op het systeem, hè, waarin elke component ergens een plaats speelt. En ook wat dat nu kan betekenen voor de economische sector in het algemeen en voor ons maatschappijmodel. Dat is conceptueel, maar dat kunnen we denk ik ook op een aantrekkelijke manier willen brengen. Dat vraagt wel een goed team van mensen die zich daartoe kunnen engageren. En dan kan zo'n bal aan het rollen gaan. Ik ben er zeker van in documentaire van Netflix, die gaat worden bekeken door miljoenen mensen, hè. Dat heeft op binnen 5 jaar heeft die een grote impact gehad eigenlijk, hè. Dat is in mijn ogen een zeer mooi voorbeeld wat mogelijk is met andere formaten. Visuele, conceptuele communicatie. Leen, lijkt dat iets voor de energietransitie? Oh ja, dus waar ik er juist naar refereerde, wat in de US naar voren gebracht is over welke aanpassingen zijn er nodig in een net. Ja, dat is heel visueel gebracht. Dat is echt schitterend, schitterend uitgewerkt. En inderdaad, hè, wat Johan terecht zegt, dat vraagt energie en tijd. Maar ik vraag me af, als we het niet doen, of dat het dan meer energie en meer tijd vraagt. En je ziet daar nu een hele geheisa rond kernenergie of geen kernenergie. Uiteindelijk is die kernenergie of geen kernenergie enerzijds een beleidskeuze en anderzijds een detail. En wat ik daarmee bedoel is, ja, het is
het is niet kernenergie of geen kernenergie die gaat bepalen hoe of we naar 100% hernieuwbare energie kunnen gaan. Het is een keuze in een pad. Ofwel kies ik om het niet te doen, ofwel kies ik om het wel te doen. Maar bij elke manier, bij elke keuze die ik maak, kan ik een verder traject uittekenen om wel tot die 100% hernieuwbare energie te komen. En eigenlijk focussen we door de communicatie en ook door wat mensen, politiekers en burgers nemen uit die communicatie, focussen te veel op dat conflict, wat Johan ook al zei. Het conflict is interessant voor media. En we focussen niet op alles wat dat daar rondhangt. En ja, het lijkt alsof we focussen op het wiel, maar niet nadenken over de fiets. En ik vraag me af of we het polariseren niet gevoed hebben door niet voldoende na te denken, ook vanuit de politiek, over de communicatie. Dus ik weet niet of dat het per se meer intensief of meer resource-intensief is om niet op een andere manier te leren communiceren dan om het wel te doen. Wat dat niet wil zeggen dat we het voor alles moeten doen, maar inderdaad, hè, als je met een gemiddelde journalist een gesprek hebt, dan wil die een ja-nee antwoord en dat is niet altijd mogelijk. Dus ik denk dat we moeten durven in debat gaan over hoe ziet communicatie rond moeilijke, complexe topics eruit in de komende jaren en hoe moeten we ons daarvoor organiseren. We moeten natuurlijk, vind ik, als we experts aan het woord laten met als doel de wetenschap te laten praten, dan moeten we, vind ik, streven naar ook een discussie tussen die experts. Hè? Omdat de wetenschap heeft niet één stem, vind ik. Hè? Heeft eigenlijk vele geledingen. En dus ik zou in een ideale wereld graag zien dat als er een gesprek is met experts, dat je op zijn minst, laten we zeggen, discussie, oneenigheid, conflicten ook in die gesprekken ziet. Anders heeft men echt geselecteerd naar mensen die dezelfde opinie gaan verdedigen. Dat kan af en toe misschien wel nuttig zijn en ook te verantwoorden. Maar veel problemen zijn zo complex, hebben zoveel geledingen, dat je, vind ik, toch wel ook het debat moet een kans geven. Ook in de media, omdat we nu eenmaal niet de echte aard van wetenschap kunnen verloochenen. Hè. We hebben af en toe trade-offs die zeer belangrijk zijn. Dus ik zou die ook graag zien. Nog een ander klein dingetje, Simon, de tijd gaat snel, ik weet dat ook wel, is dat natuurlijk experts kunnen niet oplossen wat in het politieke proces van besluitvorming blijft slabakken en niet wordt aangepakt. Hè. Af en toe worden experts ingehuurd om, laten we zeggen, een paar punten te maken die dan gaan leiden tot een nieuwe studie, die dan binnen 3 jaar wordt besproken en intussen moeten we niks doen. En dus de expert kan dat niet oplossen. Af en toe moet in de politiek worden een beslissing genomen met voor- en nadelen. En vandaag zien we, hoe langer je die blijft uitstellen, die beslissingen, hoe pijnlijker dat wordt, hoe meer polarisatie, eigenlijk tijdverlies voor alle betrokken partijen. En dus mijn boodschap is ook simpel naar de politiek toe. Doe af en toe wat uw taak eigenlijk is. Hè. Jij moet politiek die keuze maken, je moet die ook gaan verdedigen. Je kan dan niet blijven een soort afleidingsmanoeuvre rondgaan ontwikkelen eigenlijk. Hè. Dus ieder zijn job, hè. Dat was eigenlijk een van mijn conclusies. De expert als expert, niet als bliksemafleider. En de politiek die durft knopen doorhakken. Opnieuw die durf. Leen Peters, Johan Albrecht, bedankt om jullie inzichten te delen vandaag over de rol van experten in de energietransitie. En voor onze kijkers en luisteraars, heb je een vraag of doe je onderzoek naar een urgent thema waarover je in gesprek wil gaan? Maak ons dan je vraag duidelijk in een korte post, video of ander medium naar keuze en mail dat naar invites@itinera.team. Mogelijk wordt jouw vraag dan het onderwerp van een van onze volgende edities. We delen onze dialoog en nieuwe inzichten via onze website en social media en hopen dat dit aanleiding geeft tot verder debat. Na vandaag te luisteren naar Johan en Leen twijfel ik daar niet aan. Abonneer je op de podcast, blijf op de hoogte en ga mee in dialoog met #ItineraInvites. Ik was uw gastheer Simon Giotto en hoop jullie de volgende keer weer te zien voor onze volgende vraag. Tot dan.